Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Super leuk dat je kijkt. Het is vrijdag. En de vlog. De vlog, ja. Ik werd van de week herkend door een lijst van het kinderdagblad. Als je kijkt, hoi, goedemorgen. Je moet zeggen dat Niels naar opa en oma gaat. Oh ja, Niels die gaat straks naar opa en oma. En morgen ga ik ook naar opa en oma, toch? Ja. Is dat jou, hè? Oh, is het een dingetje. Ja. Vanavond gaan wij stappen met vrienden. Dus ik weet nog niet of ik me nu helemaal op ga maken. Maar ik heb in ieder geval een nieuwe foundation van The Ordinary. Ik wilde eigenlijk de serum variant, maar dit is de coverage variant. Er staat high coverage foundation, maar hij is volgens mij gewoon heel beeldbaar. Want nu is hij echt niet super high coverage. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar zie je, het is vrij natuurlijk. Je ziet gewoon mijn sproetjes erin. Oh. Oh, je wil zien. Ik laat het je zo zien, ja? Even een verhaaltje afmaken, dan laat ik hem aan jou zien. Dan mag je het vertellen, ja? En ja, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Maar ik wilde dus eigenlijk de serum foundation, maar die zag ik bij de Douglas niet. En ik wilde hem op een andere webshop bestellen, maar dat lukte niet. Dus als iemand tips heeft waar je de serum foundation kan kopen, let me know. En ik heb de kleur 1.2B. Dat is degene met roze oortoon. Dat heb ik nodig. Dat raden ze volgens mij sowieso altijd aan met sproetjes. Roze ondertoon, want dan zien ze er niet zo grauw uit. Heb ik ooit als tip gekregen, dus bij deze. Ja, en iemand vroeg ook naar mijn make-up routine. Nou, niet iemand, er vroegen heel veel mensen trouwens naar. De laatste tijd, ik weet niet, ik doe niks anders namelijk. Maar ik, dat ga ik ook laten zien, maar ik denk dat ik dat niet nu ga doen. Maar misschien morgen. Want ik laat het wel eens zien, maar ik vertel er niks bij. Dus misschien dat ik dat dit weekend ga doen. En anders wordt het volgend weekend, want dit is een beetje druk weekend. Want vanavond een stap met vrienden. Super zin in. En morgen gaan we naar mijn schoonouders toe. Want we hebben een feestje bij vrienden van Sven. Ik heb mezelf er helemaal de ellende ingehoest vannacht. Ik ben echt al... Ja, nu denk ik een week. Het begon echt... Dat zag je vorig weekend wel al met verkoudheid. Nou, dat werd echt erger en erger. En toen... Nou, wanneer was het? De nacht van maandag op dinsdag? De nacht van zondag op maandag. De nacht van zondag op maandag. Oh, zo gehoest. Ik ging bijna over mijn nek. Toen heb ik... Nou, dan krijg ik dus ook extra last van mijn buik. Want die kan het niet opvangen, zeg maar. En mijn navelbreuk. Dus ik had al gebeld naar de fysio. Maar die was er pas woensdag weer. Dus de nacht van maandag op dinsdag heb ik... Volgens mij heb ik toen codeïne gedaan. Nou, dat saved my life. Dan kon ik slapen. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal goed. Maar omdat mijn buik er zo, zeg maar... Ja, mijn hele navel is zo gepolst staan. Dat is gewoon niet oké. Dus dan mag dat. Maar goed, dat is gedaan. En woensdag gaat hij intapen bij de fysio. Dus nu is het ingetaped. Maar ze heeft het tape gedaan waar ik dus allergisch voor ben. Dus het jeukt. Ze heeft dus maar wel hypoallergeen tape ondergedaan, maar de randen, de buitenranden, daar zit dat niet. Nou, en het is helemaal rood. Het is echt alsof iemand zo bij mijn buik heeft gedaan. Dus ik probeer het nog een paar uur, want ik dacht dat mijn hoesten minder was, maar ik heb vannacht weer heel veel gehoest. Geen codeïne genomen. Dus ik ben echt na 2 of 3 uur wakker geweest vannacht. Mits die dacht ook echt, joh, ik lag zo lekker, wat de fuck ben je aan het doen? Ja, het is een beetje zoeken, maar... Als het te erg wordt, die jeuk, dan ga ik het eraf halen. Maar ik hoop niet dat dat nodig is. Ik heb mezelf het rot gezocht net naar schroeven. Ik wist dat ik ze ergens had, maar ik wist niet meer waar. Maar goed, ik heb ze gevonden. En dan heb je schroeven, hoe cares. Maar dit zijn de schroeven waarmee ik... ik heb zeg maar zo'n Cortina-fiets met zo'n voording. En daar past dan niet zo'n kinderzitje op. Want dan kunnen ze er beentjes niet kwijt. Dus dan moet je dat hele... rekje eigenlijk of weghalen of helemaal naar voren doen, maar ik haal het niet weg want ik gebruik het, dus dan moet ik het weer even helemaal naar voren zetten, dus dat ga ik doen buiten krijg een kind, dat zal ik zo even doen. En dat was even wat zoekwerk, een paar gebroken nagels verder, maar we hebben het gevonden hoor. Ik had een bestelling bij Weekamp gedaan.
Ik ben echt al de hele tijd op zoek naar een jasje voor Eden. Een zomerjasje. Of eigenlijk een tussenjasje. Maar lastig te vinden. Maar nou zag ik bij Reek op deze. Die is wel heel cute. Oh. Hij is van Name It. Volgens mij kan die capuchon er ook nog af. Die vond ik echt. Kijk nou toch. Die vind ik echt wel heel cute. Hij is niet heel warm. Hij is wel een lekker stofje. Oh, kijk die binnenkant. Oh, vosjes. Ja, en dit is ook wel een lekker fris kleurtje roze. Niet te roze, maar ook niet te meer. Deze vind ik wel heel cute. Ik doe net een gordijn dicht om te gaan sporten. En ik zie echt midden, ze heeft een nieuwe plek gevonden. Ik laat het even zien. Ze zit in een... Daar zaten vroeger Niels zijn boek in en nu zit zij erin. Ja, lekker hè. Ook je hoeft er niet uit te komen, lieverd. Nee, dat hoeft toch helemaal niet. Ik heb trouwens Niels zijn boekenhoekje opgeruimd. Ik heb nu dit kastje stond op onze slaapkamer en daar heb ik nu alle boeken in gedaan. Heel fijn. Dus hier zit nu helemaal vol boeken ook. Ik zie dat er alweer andere spullen bij zijn gekomen. In principe zit dit gewoon helemaal vol met boekjes. En dan is zijn bureautje gewoon weer lekker leeg. Dat is ook voor mama fijn. Ik ga me even opmaken. Waar is mijn make-up? Hier. Eigenlijk doe ik bij stappen, voor zover ik dat al doe tegenwoordig, hetzelfde als overdag. Het enige wat ik doe is een primer op. En dat doe ik overdag vaak niet, want dan ben ik lui. En de primer die ik dan meestal gebruik is de Smashbox Photo Finish Primerizer, Primer en Moisturizer. Vind ik heel fijn, want ik heb hele droge huid. Dat is sowieso wel goed, denk ik, om te weten bij de producten die ik gebruik. Ik heb dezelfde foundation als vanmorgen op. Ik vond hem wel fijn, die The Ordinary Coverage Foundation. Maar ik doe hem dan wel dun op. Dus nou ja, je ziet gewoon nog sproetjes en alles erdoorheen. En ik heb al een concealer onder mijn ogen gesmeerd. De Bourjois Radiance Reveal Concealer opgedaan. En dit is de kleur 01 Ivory. Dit vind ik echt een super fijne concealer. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. En dat doe ik of met de Anastasia Brow Pencil in Taupe. Ik vind het een stuk voordeliger dan de Brow Wiz. Of, en deze lijkt dan weer qua ding meer op de Brow Wiz. Dit is NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil. Dit is NYX, dat koop je ook gewoon bij Douglas. Misschien nog ergens anders ook. Nou ja, sowieso online bestel ik het altijd. En dit is de kleur Taupe. En die heeft dus aan één kant zo'n spoonie. En aan de andere kant kan je dat zo omhoog draaien. Dat kan zien. Zo. En die gebruik ik meestal. Ik heb een heel gek, raar, kaal plekje daar. Ik zit trouwens wel, ik zit met daglicht, maar het lijkt een beetje regenachtig te worden of zo. Dus het ziet er een beetje gek uit. Maar ik heb een hele rare, kale plek. Dus of het nou kaal is geworden of niet mee is geverfd met de verf een paar weken terug, dat weet ik niet. Maar in ieder geval heb ik een gek plekje. Dus dat moet ik even een beetje restaureren. En eigenlijk doe ik dus bij, nou ja, als ik ga borrelen, laten we het dan even zo zeggen. Dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Het enige wat ik dan doe is dat ik er meer tijd aan besteed. Net wat zorgvuldiger doe dan 's ochtends. 's Ochtends flats ik het er allemaal op. Dan ben ik in een paar minuten klaar. En voor het stappen kan ik er gerust een heel stuk langer over doen. En ik doe net wat meer van alles. Dus net wat meer foundation, net wat meer blush, net wat meer mascara. Dus dat ga je nu zien. Dus je ziet nu zeg maar de alles net een beetje meer. Maar ik doe eigenlijk in feite gebruik ik dezelfde producten. Oh ja, en wat ik met stappen meestal wil doen is even afpoederen. Maar ja, dat doe ik overdag hetzelfde. Wat ik dan doe als ik bijvoorbeeld nog ergens een pukkeltje heb, is de Estée Lauder Double Wear in 2C Light Medium. Nou, omdat het feest is, doe ik wat poeder op. Dat doe ik dus normaal niet. Dit is de Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En die ga ik wel aardig lekker in, zoals je ziet. En dan gebruik ik deze Zuffa Powder Brush 106. Dit is een setje van Zuffa. En dat doe ik heel licht. Het enige wat ik eigenlijk echt even doe is onder mijn ogen. Zodat je niet van die, nou ja, cracking, hoe heet het?
concealer onder je ogen krijgt. Maar dit is meer een soort van voor mijn gevoel blijft het beter zitten. Maar totaal onnodige stap in principe. Nou, dan bronzer. De volgorde wist ik nog wel eens, maar over het algemeen ga ik dan eerst mijn huid doen en dan mijn ogen. Maar dit is de Body Shop Honey Bronze in 03 Medium Matte. Nou, die gebruik ik ook graag. En dat gebruik ik met deze en die bestaat niet meer. Daar baal ik van. Dit is een Essence Kabuki Brush. Maar ik vind een Kabuki Brush hier fijn voor werken. En dan komt altijd mijn dilemma van de dag. Welke blush doe ik op? Ik ben gek op blush. Ik heb echt heel veel blush. Maar I love it. De meeste van mijn producten zijn dus altijd dezelfde. Blush is heel erg wisselend. Ik heb nu toevallig, ik heb dan altijd, ik rouleer een beetje welke ik dan in mijn everyday toilettasje heb zitten. Ik heb nu MAC Pinch Me erin zitten. Vind ik heel mooi. Is een beetje een oud roze kleur. Als ware je dus even in je wangjes hebt geknepen. Die kan je ook heel leuk trouwens boven je ogen even doen. Dan good old Milani Baked Blush in Luminoso. Dit is een beetje een persik kleurtje met een gouden glans. Love this. Vooral ook als je in de zomer. Top. En dit is ook een gouden oude. Die heb ik al heel lang. Dit is de Be Creative Makeup Blush in 03 Precious. Super mooie persik kleur. En ook deze. Ik heb ooit, was ik bij een event van Ici Paris. Toen werd dit net gelanceerd, dit merk. Echt wel jaren geleden. En toen kregen we, nou, toen kregen we natuurlijk van alles over te horen. En toen gaf die vrouw ook als tip. Als je nou blauwe ogen hebt, dan doe je deze blush op je wangen. En als je dan oogschaduw zo opgedaan, of je geen oogschaduw opdoet, kan ook. Dat je dan nog een heel lichtjes even met een blending kwastje even in je arcadeboog een klein beetje van de blush doet. Dan stralen je blauwe ogen meer. Tippy hoor. Dus ik denk dat ik deze maar op ga doen. Ik vind het zo'n overtuigd verhaal. Nee, maar dit vind ik een hele fijne blush. En ik gebruik het liefst een schuin afgesneden kwast. Dit is de Zuffa 127 Luxe Sheer Cheek. En dan breng ik het aan op mijn wangen. Een beetje. En dat doe ik dan even niet met een blending kwast. Maar dat doe ik dan gewoon even zo boven op mijn arcadeboog. En ik vind deze wel heel fijn. Dit is de L'Oreal Infallible Gel Crayon Waterproof Eyeliner. Deze. Gewoon in zwart. Back to Black 01. En die breng ik aan op mijn waterlijntje. Dus dat is zeg maar het huidskleurige lijntje wat zeg maar onder je wimper zit. Dus hier. Ja, je moet daar tegen kunnen. Ik heb daar echt geen enkel probleem mee. Maar sommige mensen vinden dat heel gek. En ik probeer het eigenlijk zo dicht mogelijk tegen mijn wimpers aan te doen. Dus het gaat mij niet om het waterlijntje. Het gaat me eigenlijk omdat dat ik het oogpotlood tussen mijn wimpers doe. Maar dat is makkelijkst om het van deze kant te doen. En dan focus ik me daarna eventjes hier op het hoekje. En wat ik dan doe, dan pak ik dit potloodje. Dit is van Sephora. En dit heeft zo'n heel klein stomp kantje en daarmee ga ik in mijn ooghoek en dan wrijf ik zeg maar dat oogpotlood een beetje uit en dan krijg je een soort wing en dan doe ik het een klein beetje hier uitvegen, maar eigenlijk gaat dat straks allemaal weg en ik vervaag het allemaal enorm, want ik hou gewoon van dat het gewoon eigenlijk niet opvalt. Een klein beetje oogpotlood op mijn wimperrand, ook omdat ik eigenlijk bijna nooit mascara op mijn onderste wimpers doe. Mascara. De Dior Pump and Volume. Dior Show Pump and Volume. Dit vind ik echt een hele fijne mascara. Een andere favoriet van mij, of eigenlijk mijn good old favorite, is de Maybelline Lash Sensational. Maar deze is gewoon net even iets meer. En ik ben gek op siliconen borsteltjes. Dus dat hebben eigenlijk al mijn mascara's. Deze. En die smeer ik er gewoon een dun laagje overheen. Maar ik zie dat mijn kaart bijna vol is. Dus ik doe dat even off camera. En dan kan ik de rest nog laten zien on camera. Met een wattenstaafje heb ik de restjes mascara weggehaald boven mijn ogen. En nu doe ik wenkbrauwgel van de Hema. Dat doe ik ook elke dag. En dan
nog, ja, dit is een heel oud poedertje, maar het gaat erom dat het gewoon een beetje een licht poedertje is met een, misschien een klein beetje glans. En dat doe ik in mijn binnenste ooghoeken. Het geeft een beetje een frissere oogopslag. Het laatste. Shimmer and Shine, zoals Niels zou zeggen. Soft and Gentle van MAC, de Mineralize Skin Finish. Dat is het. Dat is mijn soort semi-daily routine met een paar aanpassingen. Bijvoorbeeld dat lichte stipje doe ik ook niet elke dag. Maar goed, dan heb je een beetje een beeld hoe ik mijn make-up doe. En ik finish altijd met de Ethos Photo Finish. Nee, dat is van Smashbox. De Ethos Make-up Fixing Spray. Ik heb ineens deze outfit aan. Vind ik eigenlijk wel heel gezellig. Dit is een, ik heb geen idee, dit is al heel oud. Dit is een, zo'n broekje. met wel een rits aan de achterkant. Dus zeg maar niet het meest, ik weet niet of je het kunt zien, het meest praktische item. Ik zag deze ook nog liggen in mijn kast. Dit is een, gewoon een beetje meer zo'n flow jurkje. Dat is natuurlijk iets meer covering for the belly. Maar ook meteen weer iets saaier. Maar wel gewoon prima. Goedemorgen, het is zaterdag, ik moest even nadenken. En ik heb weer mascara door de mondoksels, dus dat gaan we eventjes oplossen. Gisteren was echt super gezellig, ja, ik heb de camera niet meegenomen. Want ja, weet je. Maar dat was echt heel gezellig. En we hebben afgesloten met El Greco. Voor wie nu toch gewoon, die kent het waarschijnlijk wel, maar in ieder geval een Griek. Met heel veel knoflook. Dus dat beleef ik nog steeds. Ik heb het tape eraf gehaald op mijn buik zat. Nou, je wil mijn buik niet zien. Het is zo'n allergische reactie. Ik ga helemaal lijp. Maar goed, maakt niet uit. Echt. Oh, jeukt. Je ziet nu zeg maar echt een soort ruit op mijn buik staan. Met daarin ook nog allemaal een soort van tijgerstrepen. Er zitten zelfs wondjes. Het is echt absurd. Maar goed. Het trekt wel weer bij, hoop ik. Ik ben voor de grijze trui gegaan. We gaan zo de deur uit. Dus dit is mijn super simpele outfit. Mijn bandenwissel. Alleen maar mannenbladen. Ja, de grote ga ik ook wel gaan deze trui. Maar ja, allemaal topcare, mensheld, Jonger Ferraris. Wij zijn onderweg terug van het feest. Het is echt heel gezellig. Ik zie eerst met alle kinderen, maar wel heel gezellig. Niels was echt fantastisch. Super lief gespeeld. Helemaal leuk. Het is 8:30, dus best wel laat. Hij heeft vanochtend nog even geslapen om dit te kunnen houden. Dat heeft hij gedaan. Dus we gaan nu lekker naar schoonouders. Lekker naar bed. Wij denk ik ook niet te laat. Heb je boodschappen gedaan? Wat zit er in je boodschappentas? Nee, deed ze toch niet? Deed ze toch niet? Dus opa slaapt nog, hè? Goedemorgen, het is zondag. Ik heb het gevoel dat ik een soort dikke ogen heb. Ik heb nu in de spiegel gekeken. Het is het eerste wat ik voor mezelf zie. Gezellig. En daarna hebben we gewoon hier een pakje koffie. En nu... Dit is trouwens het tijdelijk huis van mijn schoonouders. Dus ze hebben normaal in een normale huis geen bartafel staan altijd. Maar dit is een soort van, ja, dit is gewoon een tijdelijke onderkomen. Ik heb heel slecht geslapen weer. Weer heel veel goes. Weer echt heel erg jurk van buik. Ja. Ja.
Ja, even veel beter. Hallo. De kranen, de vaste. En dan hengelen ze gewoon dat schip leeg, maar dat duurt lang, jongen. Gekke oma. Jij bent gekke oma. Jupiter. Goed zo. Jupiter. Tom. Wij zitten in de auto. Oprijden. Moeten even omrijden, want we werkzaamheden. Daar hebben we misschien een klein foutje in gemaakt. Maar we rijden door de polder. Dus dan hebben we bloemenvelden daar verderop ook. Maar die zie je denk ik niet. Maar nou ja, doen we dat. De zon schijnt, de lucht is blauw. Wij zijn weer thuis. En hebben geluncht. En dus even met papa naar buiten. En wij zijn hier aan het spelen, want Ene moet zijn bed. Ja, wat wil je? Moet die dichterbij? Ja, hij heeft gewoon een beetje beuken ermee. Nee, die buurpoes. Nou, die gaat helemaal daar. Yes. Het seizoen is weer begonnen. Hebben we Niels en ik net poortje ontdekt. We gaan maar weer een ijsje halen. Eerste ijs van het seizoen. Er wordt pas genoten. Wij gaan lekker eten. Zodat er nog een soort frisburger bij. En het dessert. Ik heb even gesport. De kids liggen op bed. Ik heb helemaal niet meer zoveel gefilmd, geloof ik. Oh. Ik heb in ieder geval voor het eerst gefietst met Eden en ze gierde het uit. Ze vond het echt geweldig. Dat had ik ook wel een beetje verwacht, maar het is toch heel leuk. Dus voor het eerst met haar in het stoeltje voorop. Vooral heel handig gewoon, ik ga nu nog niet hele lange afstanden met haar doen. Niet dat we dat sowieso doen, maar voor na het kind afblijven is het wel gewoon heel handig. Dus ja, heel leuk. En toen Niels dat zag, was hij echt intens verdrietig. Dus toen ben ik daarna nog met hem een stukje gaan fietsen. En ik heb het eerste ijs van het seizoen gegeten. Zoals je hebt kunnen zien. En nog even naar de speeltuin geweest. Toen ben ik naar huis, dus was heel gezellig. Boodschapjes bezorgd. Eten gekookt. En net zo even
Nou, de eerste keer zijn we het gedacht en we hebben even gesport. Niet al te wild, want ik voel me nog steeds echt niet fit. We moeten tenminste proberen iets. En zo even afspoelen en dan lekker op de bank hangen. Zo. En dan ga ik de vlog denk ik ook maar gewoon afsluiten, want er gaat niks spannends meer gebeuren. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel, doeg!